Ik ben Dick Schoornagel. Ik ben autojournalist en helemaal autogek. En vooral gek van Engelse auto's. Nou, een jaar geleden werd ik gebeld door mijn vriend garagebedrijf Kroijmans in Hilversum. Die waren bezig met een Rolls Royce in te ruilen, een Silver Seraph. En ze vroegen daar of ik zin had om die auto te kopen. Toen vroeg ik als antwoord, zijn jullie wel goed bij je hoofd? Ik wil helemaal niet zo'n auto, want die is me veel te modern en veel te duur. Ik zou wel een Rolls Royce willen hebben, maar dan een hele oude. Ja, maar dit is een hele mooie en hij is heel goedkoop. Nou, toen ben ik toch heel nieuwsgierig. Er even naartoe gereden en toen bleek het een verschrikkelijk mooie auto te zijn. Ik denk dat hij sowieso afgekeurd wordt, want de gordel is kapot gegaan vanmorgen. Dus ik hoop niet dat, dat de dienstdoende monteur dat merkt, maar ik denk het wel. Je zou verwachten bij een auto van dit kaliber en deze prijs, en dat is, ik weet niet of dat helemaal een terechte verwachting is, omdat die kwaliteit uitmuntend is. En op het onderstel na heb ik tot op heden niet zo heel veel aan te merken. Een aantal kleine dingetjes. Na de eerste start vond ik dat hij wat rommelig liep. Ik voelde hem echt even hobbelen, maar dat, toen we net stil stonden was dat helemaal weg. Dus daar, ja, dat baat me dan ook eigenlijk niet echt zorgen. Verder, ja, voelt het wel, oké? We gaan het zien zometeen. Ik durf er niet al te veel over te concluderen, maar dat komt vooral omdat ik denk net als de meeste Nederlanders weinig Rolls Royce ervaring heb. Ik heb natuurlijk heus niet alle afleveringen van Klokje Rond erop nageslagen, maar ik durf toch wel te beweren dat dit de eerste keer is dat we een Rolls Royce hebben in deze rubriek. 280.000 kilometer op de teller. En ja, we gaan eens kijken hoe het met hem gaat. Grappig, hier zijn ze mij al flink aan het tactileren geweest. Dat is om verder roesten te voorkomen. Aan de achterkant valt er sowieso niks op het onderstel aan te merken eigenlijk. Dat voelde je tijdens het draaien ook wel. Het zit gewoon goed stevig en ferm in elkaar. Het rammeltje zit inderdaad onder andere daarin. Nee, het is voornamelijk de koppelstang er iets voor. Verder valt het enigszins mee. Ja, hij is echt goed schoongehouden, ook aan de onderzijde. Ja, er valt echt niks op aan te merken. De banden, dat is wel duidelijk. Dat deze versleten is, alleen wat opvalt, is dat alleen de buitenkant, dus de buitenzijde van de auto, de band helemaal weg is. Terwijl de binnenzijde eigenlijk nog prima is. Het is gewoon een defect in de wielophanging, waardoor dat wiel niet meer in de juiste positie onder de auto staat. Ja. Waarschijnlijk iets waardoor die te veel toespoor heeft, dan vreet je de buitenkant van je banden op. Joep, een Rolls, is dat iets wat jullie vaker zien hier? Nou, nee, Rolls Royce eigenlijk niet. Deze motor toevallig wel. Want dat is een BMW? Ja, dit is een BMW V12, iets wat gedateerd, maar 100% BMW. Hey, en de staat van de auto, heb je nog dingen kunnen ontdekken? Nou, vrij weinig eigenlijk. Wat meteen opviel was dat toen ik wegreed, dat er een rammel in het onderstel zit aan de voorzijde. En later bleek ook dat hij iets, ja, rechtuitstabiliteit miste. Kleine olielekkage en dan heb je het eigenlijk wel gehad. Ja, de voorbanden zijn slecht, maar dat is onderhoud. Dus duimpje gaat omhoog? Jazeker, jazeker. Nou ja, zo. Ik moet zeggen, ik had een paar dingetjes verwacht. Dus zoals de banden en dat rammeltje in de voorwielophanging, dat wist ik. Maar omdat ik wist ook dat het geen kwaad kon, heb ik dat ook de afgelopen jaar maar gewoon laten zitten. Het wordt wel vervangen. En verder, dit was een strenge APK-keurmeester. Dus nou, met zijn commentaar denk ik dat ik toch nog wel een goede auto in handen heb.